In Engeland zijn de eerste proeven met de hoverscooter geslaagd. Het is een soort eenpersoons motorfiets die drijft op een luchtkussen. Hij wordt voortbewogen door een straalmotor die de lucht aanzuigt en onder de machine loodrecht weer omlaag perst. Ook water vormt voor deze scooter geen belemmering, ofschoon men er wel op gekleed moet zijn. Een apparaat van enigszins gelijke vorm, dat echter niet boven maar onder water zweeft, construeerde de bekende Franse diepzeeonderzoeker Jacques Cousteau. Via een telefoonlijn kan men contact houden met de bemanning van de Batiscaf, die uit maximaal 2 personen kan bestaan. Zij moeten hun waarnemingen doen in zittende of in liggende houding. Deze grote zeeschildpad heeft een grijper voor het opvissen van wetenschappelijk belangrijke objecten en is daartoe tevens uitgerust met een zoeklicht. Spuitend als een walvis komt het apparaat aan de oppervlakte, maar dan toch als een klein walvisje, want de afmetingen bedragen slechts 3 meter bij 2,5 meter. De afmetingen speelden ook een belangrijke rol bij het wereldconcours d'élégance dat in Londen plaatsvond. Het was voor de deskundigen geen gemakkelijke opgave om de inzendingen uit 39 landen op hun juiste waarde te toetsen. Vandaar dat ze voor de beoordeling van de technische details een beroep deden op niemand minder dan de coureur Stirling Moss. Hij mocht constateren dat niet alleen meer de Fransen, maar ook de Japanners met kwaliteitsartikelen aan de markt zijn. Dat Canada en Engeland over de gehele lijn de beste Britse tradities hooghielden, sprak vanzelf. En even vanzelfsprekend was het dat de jongere generatie weg was van Amerika. Maar bij alle waardering voor de Verenigde Staten moet toch worden vastgesteld dat ook het Midden-Oosten zich flink aan het ontwikkelen is. Dat de voorkeur van de vakmensen echter uitging naar een Zuid-Amerikaanse inzending, dat was volgens velen een misgreep. Maar ja, dat zal wel een technische kwestie geweest zijn.